Op de oude renbaan Mierenveld in Utrecht zijn meer dan 2000 tenten opgeslagen voor de duizenden deelnemers aan het vijfdaagse internationale congres van het Wachttoren Bijbel en Traktaatgenootschap, waarvan de leden beter bekend zijn als Jehova's getuigen. Zetel van het congres is het Utrechtse jaarbeurscomplex, waar de deelnemers onder andere worden toegesproken door de president van het Wachttorengenootschap, de Amerikaanse getuige Norr. De religie komt niet omdat ze eenvoudig te weinig ondersteuning meer overhouden. Rather, the end of religion will come in the way that God said it would come. Het einde van een valse religie zal komen op de wijze zoals God het heeft gezegd. In een dramatisch spel vertolken amateurs voor de ademloos toekijkende zaal onder meer de situatie voor en tijdens de val van Jericho. Ik ben bang! Stil maar, liefje. Is het donder? Nee, het zijn de muren. Ze storten in. Laten we naar buiten gaan, want hier zullen we sterven. Ga zitten, Zema. Nee, we zijn hier veilig. Jehova heeft het beloofd. Gesticht begeven de getuigen zich naar de plaatsen waar maaltijden verkrijgbaar zijn. Want van geestelijk voedsel alleen kunnen ook Jehova's getuigen niet leven. Een mobiele keuken verwerkt in deze dagen zo'n 16 ton aardappelen en 20.000 kippen. Voorts 7500 kisten fruit en 160.000 broodjes. De Marijkehal is als restaurant ingericht. En hier vooral valt een van de kenmerken van het congres op. Jehova's getuigen nemen naar een dergelijke bijeenkomst altijd hun hele gezin mee. Belangrijk hoogtepunt van het congres is de doop, waarvoor de nieuwe getuigen zich op weg begeven naar het Utrechtse zwembad De Hommel. In totaal werden ditmaal 1014 Nederlandse mannen en vrouwen door volledige onderdompeling opgenomen in de rijen van het Wachttorengenootschap. Er wordt voor alle zekerheid een zuurstofapparaat in de buurt gehouden. Het vijfdaagse congres werd bijgewoond door 35.000 getuigen. Ruim 3.000 daarvan kwamen uit het buitenland. De rest uit Nederland, waar het aantal Jehova's getuigen nog elk jaar stijgt.